Nou, bij de vlag is het is natuurlijk geen toevallig gekozen symbool. Dus, dat staat voor nationale identiteit en voor Nederlanderschap. Onderdeel te zijn van een koninkrijk. En dat die wordt omgedraaid, dat is dus een hele zware morele aantijging. Wat dat betekent is dat je je niet langer inwoner van Nederland voelt. Dus dat blauw-wit-rood, dat is een symbool voor het diepe identiteitsverlies in Nederland. En dat betekent dus dat een hele groep mensen geen burgerschap ervaart. En dat is dus meer dan alleen maar belangen vertegenwoordigen. Ja, ik vind dat heel mooi geduid. En dat betekent dus dat je dus ook niet meer bereid bent om in het geval van een ernstige situatie, want dit is nog een beleidsverandering die super onhandig technocratisch wordt doorgezet, maar er kan een echte calamiteit optreden.